Ik heb een kaartje en dan nemen wij volgende week contact. Oké. Dankjewel. Dag. Een Campari alsjeblieft. Zet het maar op mijn rekening. Wel, liefje? Herkent je mij niet? Stijn. Stijn Dieriks. The one and only. Bieke, je weet niet hoe lang dat ik hierop heb gewacht. Eindelijk heb ik mijn lief terug. Stijn, ik denk dat je in de war bent. Ik ben uw lief niet. En nooit geweest trouwens. Weet je het dan niet meer? 11 jaar, 8 maanden en 20 dagen geleden. Op de kermisvijf. En of dat ik dat nog weet? Het was zo mooi begonnen. We hebben gedanst en gelachen. Je hebt u toen nogal geamuseerd, hè? Ja, toen jij weg waart. En nu ben ik terug. Bieke, wat zei jij een mooie vrouw geworden? Stijn, sorry, maar je bent mijn type niet. Boah. Nu moet ik echt weg. Er is toch niemand anders? Ik ben al jaren met Mark. Ah, voilà. Daar heb je hem juist. Is dat uw lief, die klungel? Mijn Mark is geen klungel. Dag, schatje. Hey. Ik ben Stijn. Ah? Dag. Stijn is een oude kennis. Ah? Zo oud ziet hij me toch niet uit? Bieke bedoelt dat ik haar oud lief ben. Ah? En ik ben Mark, haar nieuw lief. Bo, Mark, nu moeten we echt gaan. Nu al? En we hebben nog niet eens deftig kunnen kennismaken. Ja, Mark, ik ben moe. Ja? Oké. Mag ik dan nu mijn hand terug? Geef mij anders een adreskaartje, dan kunnen we eens afspreken. Ah ja, tof. Ik heb geen kaartjes. Oeh, Bieke, ik heb toch kaartjes van u? Oh, als ze mij niet zou hebben, hè. Voilà. En zeker bellen. Het zal niet mankeren. Kom, Mark. Ja. Dag, liefje. Dag, Stijn. Oh, een grapje zijn de broek. Lieve luisteraars, van hartelijk welgekomen in ons dagelijks verzoekprogramma Carmens Eenzame Hartenbureau. Het programma waarin de liefde centraal in het middelpunt staat en dat de mensen een riem onder het hart steekt. Maar hoor toch eens, ze doet dat toch niet slecht, hè, mijn Sjoeke? Madame Carmen heeft echt een stem om mee op de radio te komen. Ze is echt lief, zacht. Ja, zo. Ik, hè. Ik hang aan haar lippen. Hè. Ja. Zolang je dat maar niet letterlijk bedoelt, hè. Maar hey, de luistercijfers zijn schitterend, hè. Carmen Waterslagers wordt de tweede Lucrecia Simons. Zeg, ik ben benieuwd hoe lang ze dit nu weer gaat volhouden. Allee, zeg, welke onnozelaar sturen daar nu brieven naar? En het eerste verzoekje is afkomstig van de hand van Maurice de Prateren. Gericht aan Pascal de Bakker. Onnozelaars, gelijk Maurice de Prateren, mijn gedacht. Beste luisteraars, aanhoor wat meneer Maurice met de pen op roze briefpapier is komen neer te schrijven. Lieve Pascal, ik zeg altijd, als een mens niet gemaakt is om alleen te zijn, moet hij iemand zoeken. Ik heb niet gezocht en toch heb ik u gevonden. Veel liefs van uw vriend Maurice. Ja, Pascal de Bakker, meneer Maurice heeft duidelijk een boon op jou. En dat blijkt uit zijn verzoekplaatje van Valse de Fleurs van Peter Tchaikovsky. Maar dat hebben we niet en daarom gaan we verder met het plaatje Doe van Peter Mafia. Veel liefs, Pascal. Ja. Maurice en ik, wij zijn gewoon vrienden en je moet daar niks verder achter zoeken. Hey, je zou er ook niet veel achter vinden, mijn gedachte. Oh, geestig. Meneer Boma,
Pascal, zo niet plagen. Zeg maar, wij zijn weg, hè, want onze Billy zit niet graag alleen. Oh. Dag, hè. Nee, Suske, ik ging er nog juist een geven. Allee, kom. Alle toe. Ja, papa. Pascalke, voor mij nog een dagschotel. Ah, ja. Ik moet toch nog niet naar huis. Allee, ons moeder is niet thuis. Belagen die. Zeg, jij bent precies blij met dat radioprogramma. Nou ja. Als Carmen op de radio zit, dan zit ze niet aan mijn lijf. En tegen dat ze thuis is, dan ben ik al lang aan het ronken. Beste luisteraars, ik onderbreek even voor een boodschap van algemeen nut. Mevrouw Pascal de Bakker, gelieve geen pinten meer te geven voor Xavier Waterslagers, of het zal er eens gaan stuiven. Dit was het hoogtepunt. Ik dank u voor uw aandacht. Pascal. Sorry, Xavier. De vel van overhand. Dit is ook nog een goeie. Hier, voor uw verjaardag. Oh, verjaardag pas volgende maand. Ja, ik kon niet wachten om het u te geven. Allee, maak op. Wow, flashy. Trek het eens aan. Ik zag al maanden voor van hem, maar ik krijg er geen van ons mama. Bedankt, Saartje. Wow. Heftig, maat. En in uw borstzakje is het nog een speciaalke. Een condoom? Ik kreeg van de neus. Van Paul. Paul van mama. Ja. Heeft die uitgedeeld in de les biologie. Allee, doe hem eens op. Oh. Voor de fun. Ah. Billy, wij zijn... Ah, mama, zij gaat terug. Wat heb jij gedaan? Oh, gekregen van Saartje. Cool, hè? Zeg, en wat was jij daar aan het spelen? Ah, met een condoom. Een condoom! Geef dat eens hier. Zeg, kleed u eens fatsoenlijk aan. Wat waart je hiermee van plan? Ja, waar dient dat zo al voor? Dus je waart toch niet zinnens om... Paul! Hoe komde jij daaraan? Gekregen van Saartje. Wat wil ik? Jonge juffrouw, sta dus recht. Kijk, mijn en Billy, hè, die is nog veel te jong om met dat soort dingen... Zeg, wat is dat hier allemaal voor kabaal, zeg? Dus die twee hier, die staan hier op punt om... Om wat? Oh, wat een brutaliteit. Ja, zegt jij ook eens iets, hè? Ja, wat moet je daar niet op zeggen? Oh, jij keurt dat goed, of wat? Oh, hey. Moze. Jij, hè. Jij hebt vanaf nu huisarrest. Ja? En u wil ik niet meer zien. Jij hebt een slechte invloed op mijn zoon. Hé, hey, maar ja? Saartje is wel mijn lief, hè. Laat maar. Ik ben al weg. Ah. Apropos. Ik heb die condoom wel van hem gekregen, hè. Tja. En wel, dat kan mij niet schelen. Is dat waar? Ja. Maar waar zit uw verstand vol? Doortje, alstublieft, zeg. Kalmeer nu toch eens een keer. Het ging in de les biologie, ging het over aids. Oh. Ja, en ik heb het gebruik van een condoom gedemonstreerd. Dus jij... Zet uw leerlingen aan tot ontucht en verderf. Alsjeblieft, nee zeg. Dat staat allemaal in mijn leerprogramma. Oh, leerprogramma. Ja, ik moet de leerlingen laten kennismaken met een aantal voorbehoedsmiddelen. Wel, hier, zo'n condoom, hè, ja? Wel, dat is nu nog altijd het beste voorbehoedsmiddel tegen aids. En ik ken nog een veel beter voorbehoedsmiddel. Oh ja? Jij slaapt vanaf nu op de sofa. Zal het gaan, ja? Oh, eerste zeg, kennen deze nog? Hier, Tony Corsari. Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zeg je mij waarom? En dan die Mexico, Mexico.
komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Ja, maar zeg, dat was nog muziek, hè. Zeg, en ik krijg dus al die platen voor mijn verzoekprogramma, hè? Krijgen? Ik kan er nu toch moeilijk mijn broek aan scheuren, madame Carmen? Allee, ik hoor het al. Madame Carmen zal mogen afdokken. Ja, zeg, maar het is dan ook een unieke verzamelcollectie. Ja. Hier, zeg, nog een echte tango, Ravina, dan ook de dag van vandaag. Ja. Le plus beau, de tous les tangos du monde. C'est celui que j'ai dansé dans tes bras. Le plus beau de tout. Dat zijn schone rozen. Ja, die zijn voor mijn toekomst hier. Die gaat daar heel blij mee zijn. Amai. Ik kan mij de tijd niet meer herinneren dat ik nog rozen heb gekregen. Van mijn Xavier, hè. Ah, wel, dat is zonde. Zo'n bloem van een vrouw verdient het om goed gesoigneerd te worden. Oh, charmeur. Oh, amai, amai, is dat wat binnen van waarde. Oh, en dat beeldje daar. Dat is zeker 1000 euro waard. 1000 euro? Meneer is duidelijk een kenner. Doet u ook in antiek, meneer? Ik ben kunstschatter. Ah, nee. Dan weet u waar de mensen met poen zitten. Ik kan voor u altijd een goed woordje doen, als je dat bedoelt. Wij gaan goed overeenkomen. Ik voel dat nu al. Wel, dan ga ik nu eens mijn toekomstige bezoeken. Bieken is toch thuis? Bieken? Zijn die rozen voor Beke? Ja, maar Hela, wie zeide je eigenlijk feitelijk? Ah, excuseer. Ja, ik heb mij nog niet voorgesteld. Ik ben Stijn Dieriks, de verloofde van Beke. Maar dat kan niet. Beke is toch mijn Markske? Ja. Voor de schijn. Ze heeft voor mij gekozen. Oh, wel, merci. Beke is er niet. Maar Mark kan elke moment thuiskomen, hè. Ah. Wel, dan ga ik later nog wel eens terugkomen. Kan u anders die bloemen aan Bikke geven? Dank u wel. En zeg haar dat ik haar nog zal bellen. En dat ik zielsveel van haar hou. Ciao. Oh, maar zeg, wie had dat gedacht van onze PR-manager? Ah, hier is ze. Ik dacht dat jij weg waart. Nee, dus. Amai, Carmen. Bloemen van een aanbidder? Ja, van de nieuwe. Van Mark? Nee, niet van Mark. En die rozen zijn voor u van een zekere Steen. En je hebt hem juist gemist. Is die hier geweest? Oh, nee, hè? Ah, ja. En ik moest die rozen aan u geven en zeggen dat hij nog ging bellen en dat hij zielsveel van u houdt. Zo. Hoe durfde jij Markske zo bedriegen? Maar Carmen, ik bedrieg Mark niet. Maar nee, die gast die flipt. Ik heb daar niks mee te maken. Ja, waarom noemt u dan zijn toekomstige? Ja, geef dan maar toe, hè. Maar ik begrijp dat, hè. Want naast Stijn is Markske precies E.T. met een brilletje, hè. Carmen. Zie je, zo wordt kwaad. Ik heb gelijk. Mens, jij hebt te veel soaps gezien, jij. Maar, Bieke, uw roze. Vertrekken, zeg. Allee, waar waren we gebleven? Wel, bij de tango, hè. Ja. Le plus beau. Oh, je bent zo'n profiteur! Pascal, kan ik u eventjes spreken, privé? Carmen, ik heb nu geen tijd voor uw robbels. Robbels? Ja, het is wel belangrijk, hè. Het gaat over Pieke. Ja, wat is er mee als Pieke? Ja, als ik 2 seconden wacht, dan kan ik het zeggen, hè. Ja, allee. Pieke krijgt rozen. En dan? Wat is daar mis mee? Ja, maar niet van Markske, hè. Van een zekere Stijn Dieriks. Ja, en wie is dat? Hé, die gast waar dat ze mij op ons Bieke. Allee, Carmen, dat geloof je nu toch zelf niet, hè? Verdekken, Pascal, ik zeg u dat Bieke Markske dat bedriegen is. Nu, madame, zit je weer vliegen bij gedachten. Oh, allee, kom, Sjoeke, Bieke toch niet. Toch is het zo. Stijn, jij komt als geroepen ze. Het is waar wat mevrouw vertelt.
Ik ben de toekomstige van Bieke. Ja, en dan word jij mijn schoonmoeder. Maar nu zie ik van waar dat Bieke haar schoonheid heeft. Aangenaam. Ma. Maar is wel een hele lieve jongen, hè? Maar Pascalke, laat je toch niet inpakken door een paar lieve woorden, hè, zeg. Hey. Geef de mensen iets te drinken van mij. Ik begin hem toch ook al sympathiek te vinden. En hoe lang kende je ons Mieke dan eigenlijk al? Oh, al jaren. Maar we hebben nog maar iets meer dan een jaar een echte relatie. En wie bent u dan eigenlijk? Stijn Dieriks. Dokter Dieriks. Oh, een dokter. Oh. En dat straks waren er nog kunstschatter. Ja, ja, ja. Maar dat doe ik er nog bij, hè. Ja, ik heb dus wel een paar diploma's, hè. Je zou precies ook nog een goede acteur zijn. Zeg maar, als jij met Bieke bent, hoe zit dat dan met Mark? Ik zou dus ook veel liever hebben dat Bieke open kaart speelt met Mark. Dan zouden wij eindelijk kunnen trouwen. Trouwen? Ah ja, als twee mensen elkaar graag zien, dan is dat toch normaal? Nu moeten wij dus altijd stiekem afspreken. Ja, alleen ik ben er al eens mee weg, hè. Dat is voor de tournee. Oh, maar dat is veel te veel. Laat maar zitten. Allee, dag, hè. Ma. Oh, allee, dag, hè. Stijn. Trappen toebak. Bagens. Zeg maar, ik vind dat toch raar dat Bieke daar nog niks over gezegd heeft. Hè. Ik zou daar ook niet mee te koop lopen, hè. Al die mensen moeten het al weten. Ja, al die mensen moeten het... Allee, allee. Daar zit ook een haar in de boter. Nee, een condoom. In die boter? Oh, geil. Pascal, wij moeten een keer praten, hè. Over de laatste stunt van meneer Kenny. Doortje. Ja, maar... Dus. Gisteren hebben wij Billy en dat nichtje van u betrapt met een condoom. Ja. Wat blief, van ja. Saartje. Ja, ja, omdat meneer Knier condooms had ze te uitdelen in Saartje naar klas. Ja. Doortje, ze hebben het toch nog niet. Wat? Oh, nee. Gelukkig niet, maar hadden we 5 minuten later gekomen dan... Ik mag er niet aan denken. Vol, dat versta ik niet van u. Wat? Ik dacht dat jij intelligent waart. Pascal, jij... Hey, moet ik uw schuif van uw nachttafel een keer opentrekken? Zwijg! Saartje, die is nog veel te jong voor zulke dingen. Ons Madeleine, die spreekt niet meer met mij, moest Saartje zwanger geraken. Ah ja, daarom heb ik ook die condooms uitgedeeld. Ja, ben blij. De jeugd zet hem op. Oh. In mijn tijd, hè. Wat in uw tijd? Nee, want daar werd niet over gesproken. En jij zei moeten trouwen. Ja. Ja, dat was iets helemaal anders. Ja. Zeg, trouwens, waar moet je je mee? Ga maar, voor de En, wat gaan we vandaag klaarmaken, Hedwig? Canard à l'orange. En, gaat dat lukken, Hedwig, in 1000 seconden? Ja, als jij niet voor mijn voeten loopt, jij. Oh, wat zijn we weer vriendelijk voor elkaar, beste kijkers. Toch niet weer al, hè? Wat is er? Een berichtje van Stijn. Het 20e, hè, al vandaag. Amai. Dat moet een goede vriend zijn van u, als u zoveel berichtjes stuurt. Zeg, jij gaat toch ook niet beginnen, hè? Maar die Bieke, ik zeg gewoon dat dat een goede vriend nee, is van u. Nee, Stijn, dat is geen goede vriend. Oei. Waarom moest jij ook mijn kaartje geven? Ja, omdat hij me dan gevraagd heeft. Ja. En wat schrijft hem? Dat interesseert mij niet. Ik wil met die gast niks te maken hebben, hè? Allee, Bieke, nog zo'n sympathieke. Oh, voilà. En dat denkt nu iedereen, hè? Maar die flipt. Dat is echt geen normale. Ja, en dan? Ik toch ook niet. Hé, hey, dat vuur staat weer te hoog. Voilà, Billieke. Oeh, ik dacht dat het geen school was. Voor de leerlingen, hè. Het is pedagogische studiedag. En ik moet gaan spreken over relatievorming bij jongeren. Ja, en daar ben jij de expert in.
Allee, ja. Ga jij nog maar een beetje de vrije liefde gaan prediken. Doortje, het is goed om met jongeren over seks te praten. Ja. Dat ze weten waaraan en waaraf en zo. Ja, en waarop en waarin. Maar, eet u een boterham op. Strand de snotneus. Die openheid, Doortje, die zal u later nog een hoop miserie besparen. Want hier, ja, maar hier, stel nu dat Billy door onveilig seksueel contact aids krijgt. Maar wat zegde jij nu allemaal? Wat denkt jij wel van mijn en Billy? Maar, of dat hij Saartje zwanger maakt? Nee, dat kan niet. Saartje komt hier niet meer binnen. Ik zou de tienermoeders van 14, 15 jaar niet de kost willen geven. Hè? Oh, jij overdrijft. Jij wilt gewoon je gelijk halen, jij. Morgen. Ja. En Billy, voor de laatste keer, eet uw boterham op. Nee, ik eet niet meer. Als ik Saartje niet meer mag zien, dan ga ik in hongerstaking. Oh, ja, Billy begint niet, hè. Over dat Saartje is het laatste woord gezegd, oké? Doortje, zeg, jij bent toch ook jong geweest, hè? Nee, Paul. En daarbij, hè. Billy is mijn zoon. Ja? Hoi, hoi. Ja. Laat maar, dat zal Boma zijn. Oh, wat komt hij doen? Ja, die komt mij wat secretaressewerk brengen. Er moet toch iemand op onze Billy letten terwijl dat jij de jeugd vuil manieren leert, hè? Hé, hey, ik kan wel op mijzelf passen, hoor. Oh ja, en dan weer afspreken met Saartje om... Ja, zwart. Wat ze doen, hè? Dat duurt zo lang. Je waart toch juist geen vuile manie? Hoe is het met u lief? Ja, slecht, hè. Ik mag van ons maar geen lief hebben. Ah, dat is niet zijn pa van de boeba. Hola, correctie. Ik wil gewoon niet dat jij omgaat met vriendinnen als Saartje. Hou het maar bij vriendinnetjes van uw leeftijd. Die giecheltrine, ja. Mira, Mira. Dat meisje dat zingt in het kerkkoor. Dat is toch een toffe... Een trot, ja. Een trut. Dumpen. Meneer Boma. Of Marie. Dat is zo'n sympathiek meisje. Die wuift altijd zo mooi naar u. Hé, maar die heeft wel zo'n gatflappen, hè? Dumper. Oh, Billy. Fien, dat is een keikoel meisje, hè? Misschien wel, maar die is zo plat als een surfplank. Dumper. Oh, wat een praat hier. Paul, wordt het niet eens tijd dat jij ook eens iets zinnigs tegen hem zegt? Ik zeg niks, hè? Nee. Het is uw zoon. Allee, daar. Morgen. Kind. Jij wou mij spreken? Ik heb wel niet veel tijd, hè. Ik heb een afspraak. Miss Tijn. Nee, met een klant. Ik weet niet wat Carmen u heeft verteld, hè. Maar Stijn is hier geweest en hij heeft mij die verteld... Die is hier geweest? Man, die het durft. Maak, hè. Ja. Daar is niks van aan, hè. Ja? Mark en ik, wij zijn heel gelukkig samen. Ja, 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 ja. Maar je bent wel niet met Mark getrouwd, hè. En er zijn geen kinderen, dus je kunt nog terug... Zeg, zijn jij niet verlegen? Dat jij zoiets nog maar durft insinueren, hè. Vervelend jonk, hè. Maar hij is wel dokter, hè, Bieke. Stijn, dokter. Ja, 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 in een kunstschatter. Maak, die is zot, ja. Weer op logement, hè? Wij moeten ook eens serieus praten, hè, jonge dame? Ja, ons ma heeft spreekuur. Ja. Sarah, ik wil niet dat je nog met Billy omgaat. Oeh, waarom niet? Doortje heeft mij gezegd dat ze u en Billy betrapt heeft met een... Enfin, je weet wel. Maar wij hebben niks gedaan. Spijtig genoeg. In elk geval, jongens die met zo'n dingen op zak lopen, die deugen niet. Zo, oh, maken. Hey. Kijk liever eens naar die jongen van de fanfare. Die blonde. Gunther. Ja. Die puist. Maar zijn ouders zijn wel allebei. Dokter. Maken. Je wordt voorspelbaar, hè? En dan? Hallo, met Doortje van Hoek. Ah, meneer Boma. Maar een vergadering nu? Ja, maar, nee, maar ik ben hier bij Billyke. Ja, het is al goed. Ik kom al af. Ik moet naar meneer Boma. Maar jij blijft binnen, hè? Ja, natuurlijk. Wat zou ik buiten nu gaan doen, zeg? Ah. Zeg, en ik kan erop rekenen? Ja, ja. Ja? Tot straks dan. Dag.
Aan Saartje Dubois. Je hebt me betoverd met je lach. Ik denk aan je elke dag. Toch is mijn hart bedroefd omdat het niet bij jou vertoeft. Ik kan het niet meer aan. Laat ons samen verder gaan. Kusjes, Billy. Billy! Hey, frisse neus aan het halen? Nee, ik moet deze brief gaan posten. Zeg, hoe gaat het nu met u en Saartje? Oh. Ah, kop op, dat komt wel goed. Moet ik u een lift geven? Ik moet toch die richting uit. Oh, nee, ik ga wel te voet. Oké, okay, bye bye. Dag, hè. Ina! Ah, wel? Wat is dat allemaal? Tante Carmen? Laat mij dat eens zien. Jongen, dat is niet van mij, hè. Ik moest dat van iemand op de bus doen. Allee, dag, tante Carmen. Radio, hallo, ter attentie van Carmens eenzame hartenbureau. Ja. Getekend BC. BC? Les beaux de tous les temps du monde. C'est celui. Stijn! Ik ben hier juist een pareltje aan het klaarzetten voor uw klanten. Dat is dus. Dat is een echte Louis XIV, hè? Mijn klanten? Ja. Ah, ja, natuurlijk. Amai, maar daar gaat je veel geld mee verdienen. Serieus? Ah ja, zo'n stoel, dat is een unicum. Zeg, Verna, ik kom voor Bieke koken. Heb jij de sleutel van de loft? Ja, natuurlijk. Ja, maar vindt Markske dat wel oké? Okay? Heeft Bieke het u dan nog niet verteld? Nee. Ze heeft Markske deze morgen aan de deur gezet. Man. Maar, ja, nee, maar ik mag die sleutel toch niet aan een wild vreemde geven? Verna, ik ben toch geen vreemde, hè? En dankzij mij ga jij dus wel big business doen, hè? Ah, big business. Ja, maar natuurlijk. Big business. Zo. Big business. Oh, Verna, jongen. Binnenkort zit jij onder de wui van de palmbomen op uw lui. God. Misere. Zij zegt dat toch? Xavier, Carmen is met spek aan schieten. Ons Bieken heeft gezegd dat ze niks heeft met die Stijn. Ah, jij gelooft daar zomaar. Ja. Ik heb die brief gezien, hè. Ja. Die was getekend met BC. Ja. Hey. BC. Ja, maar dat kan iedereen zijn, hè. Dat kan Bernard Kuppes zijn of Bruno Klerks. Ja. Bill Clinton. Ja. Nee, dat kan niet, hè. Nee, dat kan niet. En die was gericht aan SD. Ja. En hoe heet die Stijn verder nog? Dirks. Ja. Hey, SD. SD. Ja. Dat is nu toch wel een klein beetje toevallig, hè, Pascal? Hey. Waarom zou ons Bieke daarover liegen? Vertongen is goed in de keuken en Dirks is goed in bed. Ja. In elk geval, ze zal moeten kiezen, hè. Die Stijn of Mark. Hey, mannen. Ik kom hier naar de voetbal kijken, want Doortje die is echt weer niet te genieten, hè. Mijn reden. Wie deelt er nu condooms uit aan kinderen? Pascal, nu weet ik het ondertussen al wel, hè, zeg. Hey. Ja, maar voor mijn pintje en een choco... Een koude choco, ma. Ja, een koude choco voor mijn schatteken. En wie is dat, uw schatteke? Ja, ik heb meneer Boma. Maar jongen, toch. Dan zet jij die beschaamd, mist matras. Pieke, kom eens mee. Ja, maar nu weer. Bea! Kopijn. Ja? Uw Bieke is een scheve schaats aan het rijden, hè? Ja, ieder zijn stijl, hè, meneer Boma? Je begrijpt het niet, hè? Het heeft met die Stijn te maken. Ja. Ah, jij kent die ook? Dat is echt een toffe gast. Die doet niet anders dan berichtjes sturen naar ons Bieke. Dan hebben die twee elkaar toch heel veel te vertellen. Oh, ik weet het niet. Bieke, die praat daar niet graag over. Vertongen, zijt jij nu zo achterlijk als dat je eruit ziet? Nee. Uw Bieke, hè. Zet uw orens. Voilà.
Je verstaat het nog niet, Kieke. Uw bieken, hè, heeft naast de pot gepist. Ah, wow. Maar dat was bieken niet. Dat was ik. Ja. Ah, kind, kom, hoe zit dat nu eigenlijk met die Stijn? Maak, begin je daar nu weer over? Aan mij kun je toch alles zeggen, ik ben uw moeder. Bedriegde jij Mark? Voor de 100ste keer, nee. Jij hebt wel een brief gestuurd naar Carmen, haar programma. Hm? Dat heb ik niet. Ah, waarin je uw liefde voor Stijn verklaart. Ja, pas op, van mij mag dat, hè. Stijn is joviaal en knap en charmant. Zij, zei jij niet beschaamd? Ik dacht echt dat jij Mark graag had. Ja, ja. En daarom wil ik dat je die jongen niet langer voor de zot houdt. Ik wil dat jij tegen Mark gaat zeggen dat je voor Stijn hebt gekozen. Mark, ik weet van geen brief en ik heb niet voor Stijn gekozen. Oké? Okay? Maar kind, je moet u daar niet voor schamen. Mama, dat zijn dingen die gebeuren. Boma die probeerde ook van alles toen ik nog met uw vader was. Och, en het was niet gemakkelijk om altijd nee te zeggen. Tanteke, heb jij met Boma mij gedacht? And I will always love you. Hé, Bieke, waar heb je de kruiden nu weer gezet? Hoe dikwijls moet ik nu nog zeggen dat je de kruiden op het aanrecht moet zetten? Op het aanrecht. Hè? Is toch zo moeilijk? Ah. En je hebt ze natuurlijk weer niet bijgevuld. Wie had dat gedacht? Liefste schattenbolk. Mijn geduld is dus wel bijna op, hè. Zeg, mannen. Zeg, wat is dat lief van Bieke van plan? Heel mijn kot hangt voor ook. Ik zit wel hier, meneer Fedan. Nou, jij niet, Mark, want jij bestaat niet meer, hè. Hoe? Hey, ik heb het over die Stijn. Die is toch ingetrokken bij Bieke? Ha, komt hij bij ons wonen? Bij Bieke? Voor u is dat geen plaats meer, hè? Ah, die heeft dat toch zelf gezegd? Ja, we hebben u ook voor witte dek op, hè? Nee. Zeg. Bieke! Kind. Nee, ma. Jij luistert toch niet? Mark, kom, we gaan naar huis. Bieke, besta ik niet meer? Wie zegt dat? Hé? Bieke, je moet met uw Stijn eens gaan babbelen. Ik weet niet wat die bij u aan het uitspoken is, hè? Die zit bij ons binnen. Ja. Bieke, gaat je het nu nog blijven ontkennen? Het wordt tijd dat je met Mark open kaart speelt. Ja, of Scrabble. Maar! Hoe dikwijls moet ik het nu nog zeggen, ja? Stijn en ik hebben niks. Stijn, die stalkt mij, oké? Okay? Fernand, hoe is die bij ons binnengeraakt? Oh, ik heb die binnengelaten. Ik vraag dat wij even aan. Hé, man, kijk eens, wat doet hij op tv? Stijn Dieriks is 3 dagen geleden op psychiatrische kliniek ontsnapt. 1,78 meter groot, heeft zwart haar en grijsblauwe ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijs maatpak. Hij zou gevaarlijk kunnen zijn. Al wie inlichtingen kan verschaffen over deze geesteszieke, wordt verzocht contact op te nemen via het nummer 02-741-55-96 of via de dichtbijzijnde politiepost. Voilà. Geloof je me nu, hè? Nou, wist het, hè, dat er kosten waren aan die gast? Nee, zeg, een gevaarlijke zot. En jij laat die zomaar bij ons bieken binnen. Ik kon dat toch niet weten, hè, madame Pascal, hè? Een zot begot. Ja. Oh, oei. Die zou mijn kot toch niet in brand aan het steken zijn, hè? Oh! 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 Oh!
Hey Bieke, ja, ik moet heel even weg voor het werk, maar het eten staat klaar. Hè? Hey, kom jongens. Oeh, en jij blijft niet mee eten. Linda. Hey, kom Stijntje. Ja. Lieve luisteraars, van hartelijk welgekomen bij Carmens eenzame hartenbureau. Ze wordt weer losgelaten. We beginnen ons programma met een brief van een wanhopige luisteraarster aan S.D. Hé, hé. Jij hebt me betoverd met je lach. Ik denk aan je elke dag. Toch is mijn hart bedroefd, omdat het niet bij jou vertoeft. Ik kan het niet meer aan. Laten we samen verder gaan. Kruisje, kruisje, kruisje. B, C. Ja, dat is die brief waarvan Carmen dacht dat jij die geschreven had. Ah, ja, maar ja. B, C, dat kan iedereen zijn, hè. Ah, ja, maar Carmen dacht dat jij die aan Billy had gegeven om te posten. Ah, Billy heeft hij een brief gepost. Ja. Ja, ja, dan is hij een brief van Billy, hè? Billy Koppes. B, C. Ah. En SD, dat is dan... Hè? Mo. Saartje Dubois. Waar zitten die twee snotneuzen? In de kleedkamer. En wie weet, wat doen ze daar? Ja, maar Toortje gaat daar niet gelukkig mee zijn. We moeten ze tegenhouden. Allee, Pascal de Bakker, je moet de jeunesse toch laten doen. Wat is er nu schoner dan de liefde op die leeftijd? En op onze leeftijd ook, hè, schat. Ja, ja, ja. En ik kan Bras krijgen met Toortje geen sprake van. Ja, kom. Ah, is de storm gaan liggen? Toortje, ik moet u dringend spreken over Saartje en Billy. Later, Pascal. Wij moeten naar een lezing. Ja, Paul moet gaan spreken over relatievorming bij jongeren. Ja. Voor de minister van Welzijn, hè? Amai, voor de minister nog wel. Ja. Oh ja, die is enorm onder de indruk van Paul zijn opvattingen over jongeren en seksualiteit. Je gaat me toch niet zeggen dat je nu opeens achter Paul zijn wilde ideeën staat? Nee. Pascal, het is echt goed om met jongeren over seks te praten. Echt waar. Geloof mij. En eerst waart je er vierkant tegen. Ah, maar nee. Paul heeft er goed aan gedaan om die condooms uit te delen. Ja. Wat als Saartje bijvoorbeeld door onveilig seksueel contact aids zou krijgen? Ja, zeg, wat denk jij wel van Saartje? Of als ze zwanger wordt. Hè? Ik zou de tienermoeders van 14 en 15 jaar de kost niet willen geven. Hè? Beter voorkomen dan genezen, hè? Ah, ja. Dus als je morgen zo'n kapot anglais in zijn pennenzak vindt, dan... Dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Dan ben ik zelfs content dat hem voorzichtig is. Hè? Ah, wel, ja, maar... Dus... Dat vind ik nu eens sympathiek. Papa! Zeg, Paul, heb je zo nog een pakje condooms voor mij?